Welkom bij de Funeraire Academie videogesprekken over omgang met de dood in tijden van corona. Dit is het eerste gesprek en ik ben in gesprek met Albert Sluimer, uitvaartondernemer in Lelystad, Harderwijk en omgeving Flevoland. Mijn naam is Martin Hoondert. Ik ben werkzaam op de Universiteit van Tilburg als onderzoeker op het gebied van uitvaart, crematie, omgang met de dood. En we gaan een gesprek voeren over de vormgeving van de uitvaart in deze bijzondere tijd van corona. Dus welkom Albert, fijn dat je tijd kunt vrijmaken voor dit gesprek. Ik begin eigenlijk met een eenvoudige vraag. Kun je vertellen wat er anders is nu als het gaat over de uitvaart en het uitvaartritueel, anders ten opzichte van de tijd voor corona? Ja, de wijze waarop we nu de uitvaarten mogen doen, is natuurlijk totaal verschillend. Het is natuurlijk heel schrijnend dat je, toen de corona op zijn hoogst was, iedereen eigenlijk ook niet meer wist wat mocht er gebeuren, wat mag wel en wat mocht niet. Dat je uitvaarten moest gaan doen, eigenlijk met niemand meer in een aula, met niemand meer in een kerk. Dus ja, dat waren eigenlijk hele schrijnende voorvallen. Wij hebben uit dat negatieve van die corona ook weer positieve dingen kunnen halen door uitvaart een andere gestalte te geven. Bijvoorbeeld, ons uitvaartcentrum in Harderwijk is gesloten geweest omdat daar niet zoveel mensen in konden en we wisten ook nog niet wat de mogelijkheden was. Dus wij zijn een alternatief gaan zoeken en een van de alternatieven was dat we buiten op de begraafplaats de uitvaart gedaan. En natuurlijk uitvaarten waar maar een paar mensen bij aanwezig waren, maar zo intiem, zo mooi, dat zelfs een aantal voorgangers uit diverse gemeenten ook aangegeven hebben van jeetje, dit is misschien nog wel mooier dan zo'n grote massale uitvaart in een kerk. Het heeft een totaal andere dimensie. Wat ook heel erg meegespeeld heeft en positief is geweest, dat is dat we heel veel uitvaarten hebben kunnen streamen. Mensen hebben toch thuis de uitvaarten gewoon kunnen volgen. Maar niet alleen hier thuis, maar ook mensen die in het buitenland woonachtig zijn. Ja, dat deden we eigenlijk altijd al wel, maar nu in deze periode, eigenlijk elke uitvaart gebeurt dit. Dus dat zijn eigenlijk wel positieve dingen die we daar weer uitgehaald hebben. Ja, en u zegt van de uitvaart buiten, moet ik me dan voorstellen dat je rondom het graf staat of op een aparte plaats? Ja, de uitvaart vindt inderdaad plaats aan het graf. Er wordt ook de 1,5 meter afstand in acht genomen. Niet meer als 30 man. Voorgaan we erbij, zelfs een orgel aan het graf. Er wordt gezongen, er wordt alles gedaan. Ja. Eigenlijk heel intiem, heel mooi. Ja. Maar uitvaarten die niet religieus zijn, daar hebben we ook hele mooie alternatieven voor gevonden. Want ze zeggen dan ook wel eens de familieleden van ja, wij willen eigenlijk veel meer dan dat we nu kunnen. Dus wat kunnen we doen bij een crematie? Dan halen we het lichaam op, we gaan cremeren. En we gaan in de toekomst, wanneer weten we dan nog niet helemaal, gaan we een herdenkingsdienst houden. En dat kan zijn op een strand, kan zijn in een natuurgebied. Ja, dat kan van alles wezen. Ja, dat is inderdaad dus voor later. Dat is de uitgestelde herdenking, zeg maar. Ja, ik kom nog even terug op die uitvaart erbuiten, want dat vind ik wel heel fascinerend eigenlijk. Want dat verandert denk ik ook wel de aard van de uitvaart. Als je dus een kerkgebouw of een aula roept toch een ander soort sfeer op dan wanneer je buiten in de open lucht staat, in de zon. Betekent dat ook iets voor taalgebruik? Gaan mensen andere beelden gebruiken? Ja, ik gaf net al aan, het wordt steeds intiemer, maar het wordt ook aan de andere kant heel spontaan. In een grote, goed gevulde kerk zal niet zo snel iemand spontaan opstaan en zeggen, ik zou ook graag nog wel wat willen zeggen. Ondanks het feit dat de uitvaartverzorger of de uitvaartleider dit vraagt, of er nog mensen aanwezig zijn die iets willen zeggen. Ja. Bij zo'n plechtigheid aan het graf, dat is heel erg mooi, dan gaat in één keer een vinger omhoog van, ja, maar ik wil ook nog even iets zeggen over tante Sjaan. En ja, dan komt er een heel spontaan iets. En dat is mooi. Dat is wel heel mooi. Ja. Heel waardevol.
Ik kan me ook al voorstellen dat als de uitvaart buiten is, dat een aantal dingen niet kunnen. Hè? Dus ik zie bijvoorbeeld in crematoria dat er veel beeldgebruik is, hè? PowerPoints met afbeeldingen van het leven van de overledene. Dat doe je buiten niet. Of faciliteren jullie dat ook? Als mensen dat zouden willen, dan zouden we dat zelfs ook dat kunnen faciliteren. Alleen de behoefte is daar niet zo bij. Okay. We zitten in een gelukkige omstandigheid dat we in Lelystad, dat we een heel mooi natuurpark hebben. En daarin is een paviljoen, en dat heet toevallig de Waterlelie, met een heel mooi uitzicht over het water heen. Daar doen we nu in plaats van in kerken, omdat een aantal kerken gewoon gesloten zijn en ook aula's gewoon gesloten zijn, doen we daar kleinschalige diensten. Daar kunnen we alles faciliteren wat de mensen willen. Maar heel vaak is het dan zo dat er al gezegd wordt, ja, maar dit willen we eigenlijk helemaal niet. Het uitzicht is al zo mooi, zo bijzonder. Ja. Het is ook heel bijzonder als de zwanen voorbij komen of de ooievaars staan in de tuin. Dat is natuurlijk ook heel fraai. Dat geeft op zich al een hele andere sfeer. Dan zijn die foto's in één keer niet meer zo belangrijk. En zo'n presentatie is in één keer niet meer zo belangrijk. Ja, dat is wel bijzonder, hè? Want ik bedoel, het is toch een trend in de uitvaartwereld dat mensen heel veel lijstjes maken met wat hun wensen zijn. En dus als het gaat over muziek, als het gaat over beeldgebruik, natuurlijk wie er uitgenodigd moet worden. En daar dat is natuurlijk enorm aan het veranderen door de beperkingen die er zijn. En tegelijkertijd hoor ik u ook zeggen, ja, de intimiteit voegt echt op iets toe. Ja, dat is dus zeker zo. En u zei het al. De wereld is veranderd. Toen komt het nooit meer terug. We gaan nu naar een ander soortig normaal, een ander soortige uitvaarten toe. En of het nou een crematie is of een begrafenis, of misschien straks op termijn zelfs een resoneren. Ik denk dat de uitvaarten die we in het verleden gedaan hebben, dat wellicht wel eens voor een groot deel passé zou kunnen zijn. Omdat er nu zoveel andere mogelijkheden naar voren komen, zulke andere manieren waarop we een uitvaart zouden kunnen doen, dat het ook aanstaat. Ja. Je ziet, ik ben nog een beetje net in pak, ik kom net terug van een vrij grote begrafenis, van een bekende Nederlander zelfs. Ook voor die mensen geldt voor 30 personen een uitvaart. Maar zo mooi dat je aankomt rijden de straat uit en er staan honderden mensen en echt werkelijk allemaal 1,5 meter van elkaar. Je komt met een vrouwauto daardoor rijden en er worden rozen op de motorkap gelegd, op het dak gelegd van de auto. En we rijden hoofdkrachtjes naar de begraafplaats toe en daar staat het bomvol van de mensen. Eigenlijk niet mag. Nee. Het is dan toch een soort bijeenkomst en dat is dan verboden. Maar goed, niemand zal daar wat van zeggen, zeker nu niet met de wijzigingen die zich allemaal plaatsvinden. Dat is een trend die ik denk in de toekomst ook veelvuldig en veel vaker zullen gaan zien. Ja, dat is ook wel een van de nieuwe rituelen, hè? Het vormen van de erehaag, dat hoor ik op meer plekken. Zijn er andere nieuwe rituelen die zich ontwikkelen nu? Ja, dan kom ik even terug op het cremeren. Wat wij zien, wat steeds vaker gebeurt, dat is het soort technisch cremeren. Dat betekent niet meer en niet minder aanvoer van een overledene in een crematorium zonder familie. Dat we een uitvaart houden, niet in een uitvaartcentrum, of niet in een crematorium, maar op een andere locatie. En dat we van daaruit uitgeleide gaan doen van de overledene. Want de filosofie van het leven is ook heel simpel. De overledene heeft afscheid genomen van diegene die achterblijft. En degenen die achterblijven hebben geen afscheid genomen van de overledenen, hè? Die zijn er nog. Dus de is ook heel erg mooi, dat als je een uitvaart ergens hebt, en de overledene die gaat weg en je vormt weer zo'n erehaag, of je rijdt er langs, en de rouwauto verdwijnt heel zachtjes uit het zicht naar het crematorium, ja, dat is heel erg mooi. Ik denk dat de functionaliteit van crematoria uitgerold kan worden op termijn. Dus die krijgen echt die meer technische, ook primaire functie die ze natuurlijk hebben, inderdaad. En ik snap dat wel, hè, want dat is natuurlijk ook een stukje economisch verhaal. En dat geldt ook zeker voor ons met onze eigen uitvaartcentra. Maar je ziet toch dat mensen andersoortige uitvaarten willen. Dat
die trend die zette zich al een beetje in voor de corona. Maar dat zie je nu wel een hele snelle toevloop. Ja, ja. Ik heb nog een laatste vraag, want u geeft al aan, ik kom net van een uitvaart. U heeft het erg druk, merkte ik ook in de afgelopen dagen. Hoe is het voor u als uitvaartondernemer en uitvaartleider om in deze bijzondere omstandigheden mensen hierin te begeleiden? Eigenlijk is daar niet zoveel veranderd met voorheen en met nu. Alleen de intensiteit is nu gewoon veel meer. Het is gewoon veel heftiger. Als je ziet, en verschijnender als je ziet dat familieleden pa of ma niet meer gezien hebben. Niet aanwezig hebben kunnen zijn bij het overlijden. Dus het is allemaal veel zwaarder, het is allemaal veel heftiger. En dat heeft natuurlijk ook wel invloed op ons. Hè? Want wij zien ook het verdriet. Hè? Dat zie je aan het gezicht, het druipt er vanaf. Dat kunnen wij niet wegnemen. Nee. Je moet je voorstellen als opa of oma of vader en moeder al wekenlang vanwege de corona in een verzorgingstehuis zitten en ze mogen geen bezoek ontvangen. En de een na de ander wordt daar het huis uitgedragen. Ja. Dat zijn hele trieste en schrijnende dingen. Daar hebben wij allemaal geen idee van, omdat we als ik heb in mijn onmiddellijke nabijheid niet meegemaakt. Maar als je ziet als uitvaartverzorger of uitvaartleider wat een verdriet dat geeft in de omgeving. En niet alleen bij de familie, maar ook bij de verzorgende. Hè? Personeel van een ziekenhuis, personeel van een verzorgingstehuis. Ja, die mensen die weten het niet meer. Heb je ook een klein voorbeeld. Nog niet zo lang geleden hebben wij bij ons in Munspeet, praat ik dan maar even over. Uit één verzorgingstehuis, dat meer dan driekwart van het tehuis is leeg. Dan kom je om 11 uur 's avonds om iemand weer op te halen. En de nieuwe ploeg die komt en die mensen die komen binnen en die beginnen al spontaan te huilen van ellende. En die zeggen, we willen niet meer, we willen naar huis. Ja. Zo'n pijn doet dat. Ja, ik dat kan me voor. Ja. En natuurlijk, onze professionaliteit staat voorop. Maar ook wij merken gewoon dat het best wel zwaar is. Ook mentaal zwaar. Ja, want je gaat elke keer in je pak hijsen, mondkapjes op, brillen op, overal ze aan. Want er wordt gesproken over het virus als zodanig. Maar feitelijk, niemand weet precies nog wat het virus doet en wat het kan veroorzaken ook op termijn. Dus wij zijn ontzettend voorzichtig. En dat is extra zwaar. Ja, ik kan me voorstellen dat... Nou, dankjewel voor dit gesprek. Het was bijzonder informatief en goed om zo met elkaar in gesprek te zijn. Dus zeer bedankt hiervoor. Graag gedaan en veel succes. Uit het gesprek met Albert Sluimer haal ik twee leerpunten. Een eerste leerpunt betreft plaats. Plaats doet ertoe als het gaat over rituelen. Wat we hier zien is dat de vertrouwde plaats van de aula, de ceremonieruimte of de kerk, dat wordt een nieuwe plaats, buiten, de natuur, aan het graf. Of we zien dat mensen de herdenking uitstellen, dat op een later moment een herdenking zal plaatsvinden op een zelfgekozen plaats, op een plek die belangrijk is voor nabestaanden en of de overledene, waarbij we dus een scheiding zien tussen de crematie of de begrafenis aan de ene kant en de herdenking op een later moment aan de andere kant. Het veranderen van plaats doet iets met de sfeer van het ritueel. De sfeer verandert daardoor. Je zou kunnen zeggen de symboliek van de ruimte, bijvoorbeeld het kerkgebouw, maar ook de aula van een crematorium. Die symboliek van die ruimte die voor een specifiek doel gemaakt is, bepaald is, die door dat gebruik bepaald wordt, die symboliek verandert. Er ontstaan als het ware nieuwe expressies van sacraliteit, zoals we dat noemen. Het is niet de vertrouwde plek geeft die expressie van sacraliteit, maar zin, betekenis wordt gevonden op die nieuwe plek. Bijvoorbeeld in de natuur, in de zwanen die voorbij zwemmen als je uitkijkt in die natuur. Dus er ontstaan nieuwe repertoires, nieuwe metaforen om onze omgang met de dood betekenis te geven, om die omgang met de dood te duiden. Dus plaats
verandert de sfeer, verandert het repertoire van sacraliteit, verandert de metaforen, verandert de manier waarop we gestalte geven aan het uitvaartritueel, aan het ritueel, aan de rituelen rondom de dood. Een tweede punt gaat over intimiteit. En wat we zien is dat in de huidige uitvaarten in tijden van corona, er zijn minder mensen. Hè? Er is een beperking van 30 personen. Dus het ritueel wordt minder publiek, meer privé. En dan blijkt dat in die omstandigheden er minder nodig is. Hè? De wensenlijstjes zoals we die kennen bij veel uitvaarten, die wensenlijstjes gaan van tafel. Dat blijkt allemaal niet meer nodig te zijn als we in kleine sfeer, een intieme sfeer, met elkaar afscheid nemen van een dierbare overledene. Dat leidt ook tot meer spontaniteit. Albert Sluimer gaf dat aan. Hè? Soms durven mensen dan ineens het woord te voeren, terwijl ze dat in een grotere, ruimere kring niet zouden durven. Tegelijkertijd is er ook iets bijzonders aan de hand. Want aan de ene kant worden de rituelen meer privé, maar dat geldt de offline, hè? Dus het ritueel ter plaatse. Dat is inderdaad meer privé. Maar veel van deze uitvaartrituelen worden gestreamd. Dus er is ook een online dimensie aan deze uitvaartrituelen. En die online dimensie is wel degelijk publiek, is toegankelijk voor mensen die de link hebben ontvangen, die dat kunnen kijken, die dat wellicht later ook nog kunnen terugzien. Dus er ontstaat een mix van enerzijds een offline, meer privaat ritueel aan de ene kant, en aan de andere kant een duidelijk publiek ritueel door streaming in de online cultuur. Die twee elementen wil ik uit dit gesprek halen.